echt vreselijk. Ik moet echt jullie mening weten over dit. Hallo lieve mensen, wat tof dat je kijkt. In dit experiment laat ik een app een week lang mijn outfits bepalen. Say what? Ja, ja, je hoort het goed. Een app op mijn telefoon gaat bepalen wat ik elke dag aandoe en daar heb ik het maar mee te doen. Even credits noemen, want dit idee komt van een Amerikaanse YouTuber en die video zie je hieronder in de beschrijving, als je dat leuk vindt. Ik ben super benieuwd en ook een beetje bang. Let's go. De app heet Purple en het werkt zo. Eerst maak je foto's van al je kledingstukken of zoveel je wilt eigenlijk. Ik heb ingevoerd 2 tassen, 3 sjaals, 4 jassen, 5 broeken, 4 schoenen, 2 rokjes, 4 binnenjasjes en 13 shirts. Vervolgens laat je die per categorie in de app en kun je voor ieder kledingstuk details invoeren. Ik doe voor nu alleen even de kleur. Heb je dit gedaan? Dan is het tijd om outfits samen te stellen. Nou, vandaag is dag 1 en we gaan naar mijn moeders verjaardag vandaag. Mijn moeder heeft altijd iets te zeggen over mijn outfit. Zeker als het gaat om verjaardagsfeestjes. Dus, vandaag is het out of my hands en is het aan de app. Komt-ie. Ga ik hier naar suggest outfit en dan moet ik dus uitkiezen wat ik wil. Dus ik wil een accessory, ik wil pants, ik wil shoes... En ik wil een sweater. Nu kan ik denken van hier ga ik voor. Ik kan ook zeggen nope, I don't like it. Of nice, meer van dit. Ik doe nu even nope. Nou, dit is hem geworden. Het is kleurrijk. Wat vind je van mijn outfit? Heel random, maar ik voel het wel rij. Omdat het mijn kleren zijn. Ja. Zal ik er een clipje zes? Oké. Moeder. Ja. Wat vind je van mijn outfit? Kleurrijk. Is het goed gekeurd? Ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind het leuk? Ook zeker. Hartstikke leuk. Maar ook bij elkaar uitgezocht? Mwah, ik vind die streepjes even minder hierbij. Oké, het is dag 2 en ik heb, zoals ik de hele week ga doen, gewoon de eerste suggestie genomen die de app mij geeft. Mijn batterij viel uit, dus ik moet even verder op de iPhone. Ik heb het idee dat de app een of andere slimme, maar gewaagde keuze heeft gemaakt. Ik ben er zelf niet heel blij mee, maar gelukkig heb ik niet zoveel buiten de deur hoeven doen. Ga ik alleen nu naar de meiden van Women's Health. Dus ik ben heel benieuwd wat zij van mijn outfit vinden. Men nemen een zilver shirt, een zilveren tas en... gouden schoenen. De app heeft duidelijk voorkeur voor glitter. Heel eerlijk, wat vinden jullie van mijn outfit? Top! Kleurrijk. Kerstig. Glitterig, maar wel koud. Beetje koud. En ik hou ervan hoor. Wat? Het is pas een hit als er een glitter in zit. Hey! Ik ben mijn tas aan het inpakken op deze ontzettende troepkamer. Schaam. Vanavond ga ik naar Eindhoven om morgenochtend naar Stockholm te vliegen. En daar ben ik dan dinsdag, woensdag, donderdag. Donderdag kom ik weer terug. Maar dat betekent dat ik nu dus 3 outfits moet halen uit de app. Omdat ik die natuurlijk moet inpakken. Ik neem weer de eerste keuze. Komt die plop, plop, plop. Let's pick the pick. Wat? De app heeft weer een bijzondere keuze gemaakt. In principe snap ik het wel, want het zijn gewoon basics en dan gecombineerd met een bijzonder item. Maar bij die 2 jasjes gaat er wel iets mis, geloof ik. En ondergoed? Ja. Jullie moeten even zeggen wat jullie van mijn outfit vinden. Oh, fliek! Ik vind het kleurtje onder een beetje gek. Wat is dit, man? Is je gekke zwemmen? Ga je jetski of zo? Onderuit. Wat is dat? Wat is dat? Hallo, ik praat tegen je. Wat is ja, dat? Ja, dit is toch een jasje, jongen? Een sportjasje. Oké. Nee, leuk. Maar niet zo dus? Jawel, als je hem niet laat zien. Ja. Zeg maar, die jasje daarboven is Oké. Goedemorgen. Vandaag is niet zozeer de vraag wat moet ik aan, maar meer wat kan ik allemaal aan. Want het is zo vreselijk koud buiten. Dat rokje, dat was een heel leuk idee, maar dat is gewoon zelfmoord als je naar buiten stapt. Dus ik doe gewoon een broek aan. Die ik overigens gisteren heel mooi met verf heb besmeerd. Wat ik er niet af krijg. En verder doe ik gewoon alles aan wat ik bij me heb. Kijk, hier voel ik me nou comfortabel in. Lekker veel zwart, lekker veel laagjes. Toch een lage hals uiteraard. En een leuk jasje. Top! Nee! Maar dan, dag 5, gebeurt er dit. Oh
my god. Max, wat vind je ervan? Ik moet eigenlijk zeggen, ik weet natuurlijk niks, hè? Mm-hmm. Als ik het zo gewoon op de eerste oogopslag bekijk, denk ik, ja, dit is dus hoe volgens mij fashion meisjes op Instagram eruit zien. Want ik denk, ja, dit doet allemaal zeer in mijn ogen, maar het is ook wel weer, ergens lijkt er wel een soort method to the madness te zijn. Ik begrijp het niet, maar ik vind het wel cool. Tot ik de schoenen zag. Oh ja? Dat vind je geen succes? Nee, dat dacht ik echt van, app, nee. Nou heb je het verkeerd gedaan. Ik vind ook echt, ik zou nooit sneakers onder een rokje doen. Ik weet dat heel veel meiden dat wel doen en dat is helemaal prima. Maar mij, ik past gewoon niet bij me of zo. En ik snap wat ze hier de app probeert te doen. Want rood met blauw, rood met blauw, rood met blauw, rood met blauw. Ja, en ook het streepje, hè? De streep hier, die ook daar. Weet je, dat voelt allemaal wel lekker, vind ik. Nee, ik vind het echt vreselijk. Ik moet echt jullie mening weten over dit, want ik ben hier zo benieuwd naar wat andere mensen hiervan vinden. Ik hoop dat het morgen beter wordt. Lieve kantoorcollega's, wij. Jullie mogen heel kritisch en heel eerlijk alles zeggen wat jullie van mijn outfit vinden. Het is heel grappig, want jij ging hier met filmen en toen zat ik al te kijken van... Zou je er al aan met dit? Dat is interessant. Ja. Ik dacht wel dat je een joggingbroek had aangetrokken of zo. Ik vind het eigenzinnig. Maar het is zo grappig. Het flitst door me heen van, oh wow, dit is even niet precies wat jij zou dragen. Oh ja? Ja, of. Nee. Jij wel een betere combinatie daar gehad, toch? Ja, ik ben weer de bitch, ik hoor het alweer. Wij oordelen niet mensen op hun... Het is wat je daar vraagt. Ja, zeker. Als er niets iets van gezegd. Nee, okay. We laten het van je waarde. Ja. Oké, okay, top. Hallo. Nou, de laatste outfit van deze week. En je ziet dit en denkt misschien, nou, dat is natuurlijk... Ziet de plek ook. Ja. Maar dan... Ja. Hallo, ik ben toch niet fucking Britney Spears? Ik vind het wel een strong Canadian tuxedo, hoor. I don't mind it. Echt? Ja, sorry. Ik vind het tof. Ik heb hier zoiets van, okay, app, ik snap wat je bedoelt, maar het werkt echt niet. Nee? Kom op zeg. Okay, nou dan moeten jullie allemaal hieronder even commenten wat jullie ervan vinden, want ik vind het helemaal goed. Ook ik heb heel vaak last van het ik heb niks om aan te trekken syndroom. En daarom vond ik dit eigenlijk een heel erg leuk experiment, omdat je weer eventjes heel erg anders naar je kast kijkt en gewoon weer nieuwe inspiratie opdoet. Laat de app je een keer helpen en kijk wat het je brengt. Maar ga niet helemaal blind af op de suggesties natuurlijk. Alleen als het goed voelt. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!